De Soleimani Moskee in Tilburg doet erg zijn best om niet-islamieten kennis te laten maken met islam. Dit doen ze onder andere door middel van rondleidingen voor middelbare scholieren. Docent Ger Luttels vindt het een goed initiatief. Vindt u het belangrijk dat scholieren kennis maken met de islam? Ik denk zeker in deze tijd waarin er zoveel spanningen zijn tussen de islamitische wereld en de westerse wereld, tussen culturen en godsdiensten, is het belangrijk om in contact te komen met mensen van een andere religie en een andere cultuur. En daar begint het mee, een stukje kennis, maar vooral gewoon ontmoeten. Met zo iemand praten, zien hoe het eruit ziet, hoe mensen leven en waarom ze zoeken. Dat is belangrijk voor onze leerlingen, dat die daarmee in aanraking komen. En gebeurt dat te weinig volgens u? We leven hier in Zuidoost-Brabant, het platteland. We kennen enkele moslim bijvoorbeeld bij ons in school, maar voor de rest is dat echte contact. Dat is zeer beperkt en alle beelden die ze krijgen, alle indrukken, die komen via de media. En ja, die kiezen natuurlijk de meest spectaculaire dingen uit, dus dat is vrij beperkt. Het bestuur van de Soleimani Moskee vindt dat mensen vaak een verkeerd beeld hebben van de islam. Door rondleidingen te geven, wordt er geprobeerd de mensen een realistisch beeld te geven over het geloof. Natuurlijk is het heel leuk als ze ook de moskee kunnen gaan bezichtigen. En door de media krijgen ze altijd een slecht beeld over de moslims. En daar willen we eigenlijk voorkomen dat wij niet zo zijn zoals op de nieuws staat. Want we zijn liberale gemeenschap. En onze moskee is open voor iedereen, dus iedereen is hartelijk welkom. En we willen ook even ons duidelijk maken wat islam inhoudt, zodat mensen gewoon kennis maakt. Openlijk contact binnen de samenleving is volgens het bestuur van de Soleimani Moskee van groot belang.